Joren, je hebt net de beelden gezien. Proficiat met je doelpunt. Ja, dankjewel. Maar ja, echt gedegoteerd eigenlijk. Nu dat ik inderdaad juist de beelden heb gezien, is... ik vind het schandalig. De grensrechter moet dat altijd gezien hebben. Scheidsrechter tot daar toe, maar grensrechter moet het altijd gezien hebben. En, zeker omdat we goed in de wedstrijd zaten, we hadden alles volledig vast. En dan zeker in de fase daarna krijgen we het doelpunt tegen. Ja, echt gedegoteerd eigenlijk. Heel, heel pijnlijk. Want we spelen vandaag goed voetbal. We hebben alles volledig in onze macht. En dan gebeurt zoiets. Het is triestig. Misschien moeten we ook een klacht indienen, hè, zoals onze buren. Ja, maar ja. Ik denk dat er weinig oplossing gaat vinden. Het zal helaas niet lukken, denk ik. De wedstrijd zelf waren toch de betere ploeg, denk ik, vandaag. Onverdiend verloren, hè? Ja, absoluut. Vanaf de eerste minuut waren we de betere ploeg. Analyse van de eerste helft denk ik dat we de betere kansen hadden. Denk ook een tikkeltje meer balbezit. We waren dreigender. Ik denk dat we een stuk of 3-4 kansen hadden in de eerste helft. En zij een halve misschien. De tweede helft hebben we dat eigenlijk veel verder gezet. En dan komt die bewuste fase waar dat we eigenlijk een voorsprong hadden moeten komen. En dan, ja, ik denk dat iedereen wel dat gevoel had dan dat we dat niet meer zouden het handen geven. Maar ja, dat is natuurlijk praat achteraf en als. En ja, volledig heel, heel jammer. Want het zou onze eerste driepunter zijn geweest. En we hadden ook al een goed gevoel na de wekerwedstrijd. En we hebben vandaag ook dat gevoel kunnen doortrekken. Maar helaas hebben we niet de drie punten kunnen meenemen.